De winter van 1962 tot 1963 was koud en lang. Op veel plaatsen in Nederland vroor het 3 maanden lang bijna elke dag. Op 18 februari startte de 12e Elfstedentocht bij een temperatuur van min 18 graden. Die na een barre tocht door Reinier Paping werd gewonnen. De Waal, tussen Barendrecht en Jansdam, leende zich voor veel winterse activiteiten. De ijsclub van Jansdam had op verzoek van de heer van Limburg van het restaurant Het Waaltje de ijsbaan nu voor het eerst bij het restaurant aangelegd. Dat scheelde in de kosten, omdat van Limburg dan de verlichting voor zijn rekening nam. Door het sterke ijs ontstond de mogelijkheid om ook wedstrijden met arresleden te organiseren, zoals hardtikkeren, een snelheidswedstrijd over een baan van 250 meter en ringsteken. Een van de deelnemers hieraan was Piet Overwater uit Strijen, zwager van Joost Hoijmeijer van de beschuitfabriek. Dus was hobbyfilmer Joost er natuurlijk bij om het spektakel te filmen. Een mooi onderwerp uit een historische winter. De originele opnamen zijn helaas verloren gegaan. Maar er was ooit een kopie op VHS-band van gemaakt. En ondanks het hierdoor ontstane kwaliteitsverlies en de verkleuringen heb ik dat met digitale techniek toch nog wat weg kunnen werken. Een eenpersoonslee noemt men een tikker. Die werd gebruikt voor ringsteken, ook wel tikkeren genoemd. De ringsteker zit daarbij in de slee en de menner staat achterop. Je kon ook hard tikkeren, of ook wel hard narren genoemd. Dat was een snelheidswedstrijd over een baan van 250 meter. Een slede met de passagiers naast elkaar is een arreslee. Thank you.
Door de lange winter werden de slede-eigenaren vaak door ijsclubs gevraagd om mee te doen aan evenementen. Daardoor kwamen zij toen op het idee om een club op te richten. En die club bestaat nog steeds en heet Harreslee Club Glijden en Rijden. Clublid Janus Plezier herinnert zich dat hij in 1963 bij elkaar wel 7 keer heeft gereden in plaatsen als Heerjansdam, Rijsoord, Alblasserdam en op de Binnenmaas. De ijsclub organiseerde toen ook een 3 dorpen toertocht over de Waal naar Hendrik in de Wambacht. En op de baan een 20 kilometer jeugdtoer. De medailles zijn van de toen 14-jarige Jan Nobel. Al met al was het een gedenkwaardige winterse winter.